I'm turning so white. Licht, please. De eerste schooldag op een hbo of een universiteit is altijd spannend. En dat vindt iedereen, want het zijn nieuwe mensen die je allemaal niet kent. Het is een nieuwe opleiding. Het is allemaal anders. Maar wat heb je nou nodig bij je eerste schooldag? Dat ga ik jou vandaag vertellen. 1. Voorbereiding. Voordat je gaat starten met je studie moet je nog een aantal dingetjes geregeld en gecheckt hebben. En daarvoor is deze site heel erg handig. Hier kan je van alle opleidingen vinden wat je nodig hebt voor de start van je studiejaar. Zo kan je even het lijstje afgaan, even alles lezen, even alles uitvoeren. Soms zijn er nog best wel wat dingetjes die je moet doen, dus kijk op tijd naar die site, zodat je niet iets vergeet en zodat je gewoon goed kan beginnen met je studiejaar. 2. Schrijfmateriaal of een laptop. Er komt namelijk een hoop op je af op je eerste schooldag en dan is het toch altijd wel handig als je iets van notities maakt. Sommige mensen werken graag met papier, sommige mensen met een laptop. Leg het eraan. Doe wat jij fijn vindt, neem het mee en dan kan je in ieder geval iets opschrijven. 3. Je boeken. Nadat je je boeken hebt besteld, heb je ze natuurlijk binnen en kijk even naar wat voor lessen je die dag hebt. Dat kan je bijvoorbeeld checken bij je rooster, maar dat kan je ook via de Mijn HVA-app. Dat kan je ook bij de Mijn HVA-app checken. Zo. Die kan je heel simpel gewoon downloaden bij de App Store, dus dat is allemaal makkelijk. 4. Dat is zeker geen 4. 4. Je student-OV. Nu eindelijk mag je ook je student-OV gaan gebruiken en vergeet die vooral niet, want anders gaat het je zoveel meer geld kosten. Misschien ben je nog niet 18 en heb je student-OV helaas nog niet, maar voor de mensen die het wel hebben, vergeet hem niet mee te nemen. En ik zweer je, de eerste keer dat je zo gaat bliepen zo bij dit station, dat gaat zo goed voelen. Want het voelt zo leuk dat er al staat studenten-OV en je hoeft niks te betalen. Het is zo chill. 5. Enthousiasme. Het is je allereerste schooldag. Het is spannend, maar het is leuk en je gaat nieuwe mensen ontmoeten en het komt allemaal goed. Maar have some fun de eerste dag en veel succes! Klik hier voor de video over de schoolboeken en klik hier voor de video over de collegekaart. Hier kan je abonneren. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en tot volgende keer. En succes alvast met je eerste schooldag. En succes met de voorbereiding op. Doei!